Met een heerlijk deuntje op de achtergrond starten wij aflevering 51 van Horizon Zero Dawn op mijn kanaal. Wat hebben we veel vette dingen gedaan tot nu toe. Inmiddels aflevering 51 staan we dan met het meest overpowered outfit in de gehele game. Ik heb het in de vorige aflevering, de outro daarvan, al een beetje benadrukt. Een beetje erover gehad dat er een algemene haat kwam naar dit armorstuk. Dat het ten eerste niet leek op hoe het eruit zag op het plaatje, op die pop. En ten tweede dat hij te sterk zou zijn, te overpowered. Het zou de game te makkelijk maken. Maar dit is voor een algemeen publiek die de game op easy of normal speelt. Ja, logisch dat je het makkelijk vindt. Dan is het al zonder... In je Naki is het dan makkelijk. Zonder wapens is het dan makkelijk. Je kan ze omver blazen op easy. Maar ik speel op very hard. Dus ik denk dat het me wel eventjes kan gaan helpen. En we gaan hem uittesten in een machinehaard. Machinehaard Zeta. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show op de aflevering. We gaan dus ook daadwerkelijk aan het begin van deze aflevering 51 een machinehaard starten. En die bevindt zich... Zup, uitgezoomd. Als het goed is, helemaal hier. Ten noorden van de map. Ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in. Hier op de markering. Daar naartoe gaan we fast travelen. En dan pakken we het paardje. Pak even dit kampvuur, dat kampvuur. En dan gaan we naar binnen bij Zeta. Ik heb er zin in. En let's go. Zo, aangekomen op een locatie. Come on, beast. Trouwens, let niet op die markering die daar staat hoor. Dat is van de hoofdverhaallijn. De dreigende schaduw. Gaan we niet aan beginnen nu. Als het goed is hier tussen ook een kampvuur. Zie je kampvuur ontdekt. Het is mooi dat ik het heb ontdekt. Het is ook een outpost. Het ziet er echt heel stijlvol uit, deze plek. Wauw. Ik zou bijna balen dat ik er niet mee verder ga. Dan hebben we hier nog een kampvuur in de buurt. Ik ga even hier zo tussendoor. Oké, de signal is getting close. Praat ze nou nu al over een machine hard signal? Dat zou wel kunnen kloppen. Ja, ik denk het wel, want je kan hem al zien op de kaart. Wow, holy shit. Sand in my throat? Doe eens even rustig, Aloy. Waarom zit er zand in je keelpijp? Je moet ook niet inademen. Let's go! Weet je wat? Vanaf dit punt ga ik gewoon lopen. Want dan kan ik gewoon nog wat medicijnen verzamelen als jullie het niet erg vinden. Quick save gemaakt. Er kan niks fout gaan. We pakken de hardpuntpijlen. En dit is allemaal bij de hand en zo. De Zeta machinehaard. Wow, wow, wow! Hier, dit is exact wat ik bedoel. Ik werd zojuist gehit. Wow, ik had niet verwacht dat die stalkers waren, man. Kijk, zie je, ik krijg nog steeds gewoon damage, hoor. Ik vind het zo creepy dat ze ook gewoon tegen muren opklimmen en shit.
Nou, ik denk dat ik overduidelijk heb kunnen laten zien dat en mijn speer is geüpgraded. Maar nog één. Zie je? Dit is een gevaarlijke plek. Ik ben blij dat ik dat ding heb. Oh, dat is daarboven, gelukkig. Hallo. Doe eens sterven, man. Hehe. Wat hoor ik allemaal op die armor, hè? Tik, 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 whoop. Tik, 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 whoop. Nou goed, wat ik dus wilde zeggen. Jullie hebben hem nu eigenlijk prachtig in combat kunnen zien. Is hij nou zo overpowered? Nee, er was zelfs een moment waarop ik bijna neerging. Want ja, zo moeilijk is het nou eenmaal op Very Hard. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij mee. Ik ben er echt wel blij mee. Ik vind het wel interessant om zo te spelen. Kan ik eigenlijk een beetje mappen en zo. Overpowered speer erbij. Waarmee we ze en stunnen en damage doen. Ik vind het helemaal mooi. Hoe ga ik hier binnenkomen? Dit zit dicht natuurlijk. Ik denk dat ik een tactiek moet verzinnen, of niet? Of kijk ik weer met mijn neus? Dat zou kunnen. Vind de geheime ingang. Oké, er is dus een geheime ingang ergens. Zullen we dan daarboven kijken? Dat lijkt me het meest logisch. Of heb je er geen kut mee te maken? Blijft het er echt helemaal geen kut mee te maken? Hey, wacht eens even. Wat is dit? Zou dit er iets mee te maken hebben? Ik denk het wel. Yep, gevonden. Hier is nog een random watchertje. Yes, found it. Zeta ziet er echt heel tof uit tot nu toe. Ik zal in de machinehard ook veel van die paddenstoeltjes oppakken. Die geven pittig wat medicijnen erbij. Hier, deze paddenstoeltjes. Geneeskrachtige paddenstoelen. Ben benieuwd jongens, laatste machinehaard. Ik denk dat ik daar na het completen van deze machinehaard ook level up ga, gok ik zo. Wat hebben we hier allemaal? Machinehaarden blijven echt zo vreemd. Check dit jongen. Een soort gigantische robot. Een joekeltje is het. Ja, erg veel van die driehoekkistjes. Dat boeit me nou niet heel erg. Frontflippy? Ja, ja. Frontflippy. Lekker. Lekker, Aloy. Kijk, zie je die paddenstoelen geven echt best wel veel held. Wat is het nu al het geval? Zitten we nu al in de kern? Zitten we nu al in een freaking kern van een machinehaard met een Thunderjaw? Holy fuck, mate. Daar moet ik me op gaan voorbereiden. Een Thunderjaw in zo'n kleine locatie lijkt me echt heftig. Dus ik ga allemaal valstrikken klaarzetten. Maar start om door deze watchers neer te halen.
ik haal hem langzaam in. Come on, come on. Ik wil niet nog een rol doen, want misschien ziet hij me. Zo ja. Oh wow, hij sterft. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde hem gewoon overnemen. Hij sterft. Oké, apart. Nou ja, wat ik ga doen. Ik had die breukveer niet eens moeten oppakken trouwens. Is allemaal traps plaatsen. Ik hoop dat het werkt. Aangezien het zo'n lomperik is. Wacht heel even voor mijn tv. Oh, maar dit is vreemd. Nou zit er dus een pijl op deze soort bol, maar straks gaat die bol weg en dan ben ik benieuwd hoe deze kabel zit. Maar goed. Die kabel span ik daarop naar de grond hier. Hier een kabel, die span ik zo. Daarin. Kabel hier, die span ik daar naartoe. Cool, ik heb nog drie kabels. En dan maak ik een soort trap in de ronde of zo. In de hoop dat het werkt natuurlijk. En dan de laatste. Oh, wauw. Nog een keer proberen. Hopelijk jongens. Ik heb iets geks nu gedaan. Het zijn overal traps. Ik kan ook nog deze uitzetten. In de hoop dat die Mogol daar ook instapt. Hier één. En hier één. En qua explosive traps zet ik er hier nog wel eentje neer, maar ik wacht ook wel even, want die wil ik ook vooral in het midden plaatsen, aangezien ik het idee heb dat die misschien hier niet eens gaat lopen en al deze traps wel helemaal voor niks zijn. Wat een tactiek, hè? Jeetje. Nou, laten we gaan. Spannend. En hem dan natuurlijk ook gewoon met ijs beschieten, zodat hij die dikke buff heeft. Okay, there we go. Schiet niet op mijn traps. Oké, dit werkt, dit werkt. We pakken snel die glijden. Pak het.
Hij mag best nog hier doorheen komen. Hier zijn nog wat traps. Oké, ik moet hem even weglokken. Kom maar, rondje. Oké, pak hem op. En go. Top. He's gone. Een Thunderjaw. In een fucking machine heart. Hij is prachtig neer. Nou, prima gegaan toch? Lijkt mij. Hij flikkert ook helemaal uit elkaar qua onderdelen. Het is natuurlijk voor mij een nadeel dat het zo'n kleine ruimte is. Maar voor hem zelf was het helemaal een nadeel. Hij kon zijn kont niet keren. Overal stonden traps. Hij was compleet ingebouwd met traps. Dus ja, hij was eigenlijk gewoon de shark. Daar komt het op neer. En zelf natuurlijk bijna geen damage gekregen door het pakje dat ik draag. Ik vind het helemaal mooi. Mag wel een keer naar 50 parts, toch? Kom op, FV. Wat hebben we hier? Wow, ik schrok ervan. Het leek echt op iets heel vreemds. Oké, echt onverwacht snel, jongens. Zolang als we bezig waren met een van de eerste machineharden. Kijk hoe snel we dit hebben gefixt. 20 minuutjes. Met uitleg er nog bij gerekend. This is the source of the cauldron data intrusions, forcing them to make aggressive machines. It used to be part of Gaia, but now, just like Hades, it's on its own, following its own agenda. But why this? What's it trying to accomplish? Another mystery to solve. But first, I'll need to deal with Hades. PlayStation en de game vinden het weer erg moeilijk om deze trophy te laden. Blauw plaatje. Heel random. Echt moeilijk hoor, dat te laden. Echt heel lastig. 4. Ah, chemin. Oké, we hebben nog maar 3. Ik had de vorige keer gewoon fout gerekend. We hebben nu nog 12 vaardigheidspunten nodig. Nu nog 12. Want 4 keer 3 is 12. En de vorige keer was het 5 keer 3. Ik heb niet goed gekeken, maakt het niet uit. In ieder geval. Al deze audiodatapunten. Even alle uitroeptekentjes wegwerken. Zo, dan hebben we nog de verzamelitems waar we een nieuwe van hebben. En de machinelijst. Die inmiddels bijna compleet is. Als hij niet al compleet is. Ik weet niet wat deze laatste is namelijk. Oh, de infected machines. Ja, dan is de machinelijst compleet. Tof. Tof. De Deadbringers zijn echt de grootste flikkers ever trouwens. Ja, wat gaan we nou doen hè? Is een beetje het ding. Zal ik gewoon hier naartoe gaan, het Zonnepaleis, en kijken wat de game zegt? Want ze gaan me toch die keus geven. Ze gaan me de keus geven, yo, wil je verder? Ja, nee. Dus laten we ons een beetje verdiepen in de lore. Spelen tot die keus. En vanaf die keus verder gaan met al het andere wat de game voor ons te bieden heeft. Alright, guys. De machinehaard Zeta is verslagen. We hebben een overpowered speer.
De speer die je uit, ja, uit zichzelf krijgt als je gewoon de story speelt. Laten we het de speer van Silence noemen. En dan dragen we ook nog eens deze Ancient Technology Armor. Dus ja, we zijn best wel goed voorbereid op de story en de rest van de game, wat het ons nog gaat brengen. We gaan op het moment naar het Zonnepaleis. We gaan in ieder geval de story starten. Kijken waar het ons brengt, wat het ons laat doen. En dan zien we verder in welke planning we verder gaan met de rest van de game en alle content die het nog te bieden heeft. Dan gaan we simpelweg mijn extra lijstje erbij pakken. Mijn sidequest lijstje. Het jagen, dat soort dingen. Nil, als voorbeeld. Lang hier niet geweest. Ik hoop dat Arend ook ergens staat. Ik denk het niet. Ik wil die man ook nog wel even spreken. Maar ik denk dat het nu echt gaat om de koning zelf. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helas commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades, and it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Alight, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Okay, deze man vraagt naar alles wat ik weet en ik vertel hem vervolgens niks om vervolgens te gaan praten met een ene Marat. Vreemd, want ik klikte niks weg. Het leek er gewoon op. Het leek gewoon op alsof ik iets wegklikte. Zo zag het er ook uit. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Hey, Marat. Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge of defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the Spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly.
It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Kijk, dit is het moment. Bekijk de volgende. We gaan hier gewoon de part mee eindigen. We zijn nu op 30 minuten bezig. Ik ga hier de part mee eindigen. Ik kan optioneel, dat ga ik ook zeker weten doen, want dat vind ik best interessant, de voorbereidingen bekijken bij de richel en vervolgens bij de spits. En dat rust voor het eindgevecht is de optie die je dan toegelegd krijgt. Je kan daar kiezen. Yo, ik wil nu het eindgevecht spelen. Go! Kan. Ik kan ook zeggen, wacht even nog. Want ik heb nog niet alles gedaan. En dat ga ik doen. En zo hou je eigenlijk Meridian in een soort van spanning en wacht je, tussen aanhalingstekens, op het eindgevecht. Je wacht totdat de eclipse aanvalt. En zodoende kan je gewoon in de rest van de wereld nog aan de slag gaan met dingen die je graag wilt afronden, voordat je het eindgevecht start. We kijken even op de map, want wat zal hier zijn? Bij 1 is rust voor het eindgevecht. Bij 2 is de voorbereiding bij de richel. En hier is de voorbereiding bij de spits. Top. Laten we daar eventjes naartoe gaan. Oké, daar zijn we. Eens even kijken. Er zijn hier verschillende sidequests available. Maar voornamelijk waar ik geïnteresseerd in ben is de optionele quest. My family might still be alive, and you're going to stand here and do nothing? We've lost a dozen patrols beyond the valley. Our orders are clear. No more. Freehold's reward. You're talking about orders. I'm talking about lives. That's what the orders are for, to save lives. Have you just polished that armor? Whoa! Was it? Of course. Madness. Isn't that a little... What? Nothing. Out with it, woman. Forget I said anything. You look very dignified. Thank you. And shiny. Very shiny. Tap is mijn maat. Ik hoor alleen hun bek vechten of zo. Little Huntress, you called, so here I am. Ready to fight? Fight? I thought you just wanted tea and conversation. Is there a battle coming? I wasn't informed. Well, that can't be true. You're always informed. Ah, so I am. We've only met a few times, and yet you know me so well. I don't think I know you at all. But I'd like to. When I hear that line, it usually means something else. Can I tell you a secret? Of course. I've been waiting for this fight my whole life. The enemy we face today is the same that turned Meridian into a slave pit and Sunfall into a bloodbath. Fanatics who torture and murder mothers, fathers, families, children, and say it's the will of the sun. I hate them, Aloy. I've got the scars of their whips on my back to prove it. And today, we can get rid of them once and for all. I said I came for you, but that was only half the truth. I came for them. This time, they're not getting away. I'm with you, Vanasha. We'll fight them together. And I won't forget it, little Huntress. Tomorrow, may the sun rise in a better world. Wow, man. Aloy? At ease, Uthid. Meridian will be glad to have you on its side. And I am too. The honor is mine. You saved my epitaph from being a fine soldier, but a fool of a man. I'm hoping you won't need any kind of epitaph just yet. As the sun wills. When you found me, I was trying to eke out a glorious death. But now, a glorious life seems more preferable. To watch Edelman play in the low gardens again. Still surrounded by a dozen guards, but... What you did, Aloy... It was done well. Although, I can't shake this road, Vanasha. She delights in goading me. Like brazen colors waved before a behemoth. Do you want me to ask her to stop? No. I accept it. Well then,
Meridian shall stand and shadows shall fall. I swear it. Here's to that, Uthid. Dit is best apart, want dit is dus bondgenoot 1 en 2. En nou snap ik dus ook waarom ik optioneel kan bekijken wat er voor voorbereidingen zijn getroffen. Want mijn bondgenoten staan hier. Ze staan letterlijk klaar. De verzamelde bondgenoten. Dit is ook de trophy dat je in het eindgevecht begint met alle mogelijk beschikbare bondgenoten. Onder andere de Stab, maar ook zeker hun. Kijk, dit is een bekende. You're the hunter from the Banuk Grove. I remember you also, Nora. The machines shook free of their slumber after you arrived. Raged and fought. Well, that wasn't my fault. No, I'm thanking you. That night, I decided I would not go back to Banur. I would take my hunt into these lands. So many machines, even demons. Spidery, skittering, without the blue light in them. Dead things that must be killed again. Our enemies dug up an army of them. An army? Yes, that's why I came. Good. I'll wait. Oké, vreemde conversatie, maar hey, het was nog een bondgenoot. Maar dit meisje, dit lieve meisje, gaat zelfs die helpen, wat? Alita, I'm pleased to see you, but what are you doing here? I'm helping prepare for the battle. If a Atral were here, we would have fought together. I know it. So I'm doing everything I can. Digging battlements, collecting herbs. Anything that makes a difference. Aww. I can't take his place. Nothing can take his place. But I'm here for him. For both of us. I understand what it was he saw in you. He'll always be with me. Sun and shadow still meet for a moment. Every dawn and dusk. I should give you this. To help in the battle. By the sun, I hope you don't need it. Thank you, Alita. Be safe. Holy shit, dit is echt mooi om te zien. Het is echt ook een verschrikkelijk lief en knap meisje. Zelfs hieronder zie ik nog voorbereidingen, of niet? As many as I have to. I love it when you say things like that. It's so... Huh. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Petra Forge Woman, I hail from the Free Heap. I'll be heading back in the next dust storm. Murad asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well, but I've cleared their throats so they can really roar. Wow, thanks. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. Deze neem ik aan. Is dit het kanon? Holy shit! Nice and wide. No need to aim like a bow. Range is good. Try the next. Haha. Sick. En hier beneden staat nog één. Ik weet zeker dat ik ze nog niet allemaal heb verzameld. Nakoa, you came to fight. How could I not? During the Red Raids, there was only one Karja Butcher the Nora feared more than Zaid. Helis. I would stand against any army he leads, no matter how strong. For the Nora he terrorized, for myself, and for my father. We'll stop him. You have my word. Your word means a lot, especially now. Because of you, I hear the sacred land is opened. If we win, I can go home. It'll be good to see Jan again. I'm with you, Aloy. Until the end. That's a nice spear, Uthid. Dit is super mooi om te zien. Alle dingen die ik heb gedaan in de loop van de game, die staan nu hier verzameld. Met als kers op de taart, Tab, die alleen al bij deze plek staat, de Richel.
Het duurt te lang, omdat ik niet had verwacht dat ik met iedereen in dialoog kon. Dus in de volgende episode, aflevering 52, zal ik starten met de voorbereidingen bij de spits. En dus ook kijken welke bondgenoten er daar staan. En dan zal ik even een lijstje opzoeken wie nou elke bondgenoot is die hier mogelijk moet kunnen staan. En daar gaan we dus de volgende parts mee aan de slag. Het verzamelen van de bondgenoten, het doen van de jachtgebieden, dat soort dingen. We ronden de game nog een beetje af in hoeverre dat kan. En dan zullen we de story uitspelen. In eerste instantie dus een gesprek met Tab. Zo zal deze aflevering eindigen. In part 52 gaan we naar de optionele quest bij de spits. En zal ik meer info hebben over de bondgenoten. Bedankt voor het kijken jongens. De support. Ik zie jullie snel weer bij aflevering 52 die echt volgens mij leuk gaat worden. En tot de volgende. Aloy. I told you I'd be here. You did, Tab. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry, I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Tab. Maybe we can. We'd still be fighting for our lives if someone hadn't stepped in.